Fijn dat je kijkt naar alweer de vierde aflevering van Harten vol Hoop. We willen dit keer nadenken over wat het betekent dat Jezus Christus is opgestaan, dat hij nog bij ons is tussen de periode van Pasen en Pinksten. Misschien ken je me nog niet zo goed, ik hoop predikant te worden in Hulshorst, in deze mooie kapel in juli. En daarom draai ik alvast mee om zo ook met jou ook al verbonden te zijn en dat we samen mogen zoeken wie de Heere God voor ons is. Ik wil een kort gedeelte lezen uit Johannes 10, die gaat over Jezus Christus als de deur. Laten we samen lezen. Jezus zei dan opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Misschien ken je de Chronieken van Narnia wel. Dat is een heel bekend fantasy serie van de Engelse schrijver C.S. Lewis. Er zijn ook enkele delen van verfilmd. En de meeste delen die beginnen eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, waarin enkele kinderen bij een professor eigenlijk moeten verblijven omdat ze zelf geëvacueerd zijn uit Londen. En als ze dat grote huis doorgaan, dan vinden ze op een bepaald moment een kledingkast waar ze zich in verstoppen. Maar het blijkt niet een gewone kledingkast te zijn, maar een kledingkast die hun een nieuwe wereld opent. De wereld van Narnia. En zo beleven ze, doordat ze die deur zijn binnengegaan, allemaal nieuwe avonturen in een heel nieuwe wereld. Misschien denk je bij Jezus Christus als deur wel aan zoiets als iets mechanisch. Een deur die open kan gaan en die je dicht doet. Een deur die je binnenbrengt in een nieuwe magische wereld. Maar als Jezus dit over zichzelf zegt, bedoelt hij dat niet. Hij zegt, ik ben. Dat komt vaker terug in het Johannes-evangelie en het echoot de woorden uit Exodus, waarin God zich voorstelt aan Mozes. Ik ben die ik ben. Dit is de derde keer dat Jezus in Johannes zegt, ik ben. En daarmee wil hij iets laten zien van hoe uniek hij is. Dat hij alleen het leven geeft op deze wereld en ook het leven na de dood. Als Jezus zegt, ik ben de deur, dan zegt hij dus eigenlijk, dit zegt iets over mij, hoe uniek ik ben. Maar wat kun je nou voorstellen bij de deur? Ik heb daarvoor een kleine schapenkooi gemaakt, zoals je die misschien zou vinden in het oude Israël. Natuurlijk niet in de vorm van Duplo. Maar een schapenkooi in Israël is heel iets anders dan bij ons. Het is meer een nachtopvang waarin een soort hek omheen staat of iets van stenen. En er zit niet zozeer een dak op en er zit ook geen deur in. En als de herders dan met hun kuddes in de avond terugkomen, dan worden ze allemaal in de omheining in de veiligheid gedreven. En één van de herders, die gaat dan op wacht staan. De andere herders gaan naar huis. En één herder, die heeft de taak om de nacht door te komen met de schapen. En hij wordt dan als het ware de deur. In de nacht gaat hij voor de deuropening liggen, zodat de schapen veilig zijn. Wilde dieren kunnen niet zomaar binnenkomen. En mensen die eventueel de schapen willen stelen, kunnen niet zomaar naar buiten gaan. Als Jezus zegt, ik ben de deur, dan is hij als de herder die voor de schaapskooi ligt. Het is dus heel persoonlijk als Jezus zegt, ik ben de deur. Je kunt er ook aan denken van, als je achterom gaat bij iemand die je goed kent, dan gebruik je die deur en niet de voordeur. Die is voor de pakjesbezorger of iemand die niet zo goed de weg weet of de mensen niet kent. Die deur waar je in en uit gaat, zegt iets van dat je vertrouwd met elkaar bent, dat je elkaars stem kent. Zo zegt Jezus ook, je kunt bij mij naar binnen gaan als ik jou ken, als ik jou vertrouw en als jij mij vertrouwt. Zo ben ik de deur. Maar wie is dan die dief? Wie zijn, als Jezus eerder zegt, dieven en bandieten die binnen willen komen, om niet het goede maar het kwade te doen? Hier spreekt Jezus indirect tegen de
leiders van het volk die misschien wel meeluisterden. Leiders die niet zozeer voor de schapen waren, maar voor zichzelf. Die kwamen voor eigen gewin. Dat kunnen we ook heel makkelijk doortrekken naar onze eigen tijd. De tijd waarin mensen zichzelf op de eerste plaats zetten. En ook zomaar een spoor van verwoesting achter hun kunnen laten. Niet de schapen, maar zijzelf staan vooraan. En de schapen, dat zijn eigenlijk de mensen, die hebben dan pech. Die kunnen soms zelfs het leven laten. Maar tegen wie beschermt Jezus dan zijn schapen? Indirect spreekt hij tegen de leiders van het volk, die misschien wel meeluisterden terwijl hij dit aan het vertellen was. Leiders die niet zozeer de schapen op de eerste plaats hadden, maar zich meer als huurlingen gedroegen. Mensen die voor het geld kozen voor zichzelf en niet voor het welzijn van de schapen. En Jezus zegt, ik bescherm je tegen zulke soort mensen. We kunnen het ook naar onze eigen tijd doortrekken. Als mensen met leidinggevende functies alleen maar voor zichzelf gaan. Als ze een spoor van verwoesting achter zich laten. En op de achtergrond zien we dan eigenlijk de boze zelf aan het werk. Die het liefst dood en verderf zaait. Jezus zegt, ik ben de deur, ik bescherm je daartegen. Hij zegt eigenlijk daarmee, ik ben een dwarsligger. Een dwarsligger die deze stroom van verwoesting een halt toeroept. Jezus als deur houdt de schapen in het zicht dat ze veilig binnen zijn, maar dat ze ook weer veilig overdag naar buiten kunnen. En zo laat hij iets van zijn uniciteit zien, dat hij uniek is. Alleen door mij krijg je leven, alleen bij mij ben je veilig. Maar behouden worden door Jezus, redding vinden bij hem, betekent niet dat we een deur binnenstappen waarachter geen ziekte te vinden is. Dat je een soort magische en veilige wereld binnenstapt. Maar het betekent wel dat het kwaad, de boze zelf, mensen die het op jouw leven gemunt hebben of niet het goede met je voor hebben, niet het laatste woord hebben, maar dat Jezus Christus je daartegen beschermt. Jezus Christus zegt, ik ben de deur. Vanzelfsprekendheid om nu een deur uit te stappen is wel een beetje weg. We moeten elke keer nadenken, kan ik wel de deur uit? Mag ik de deur uit? Durf ik het wel? Binnen is eigenlijk veilig, hoop ik. Dan ben je vertrouwd. Maar als we dan weer naar buiten gaan, dan mogen we ons met Jezus Christus veilig weten. Te midden van alle pijn, verdriet en de dood die ook wel onverwachts op de loer kan liggen. Want hij is niet gekomen om te stelen, om te slachten en om te verwoesten. Nee, hij is gekomen om leven te geven in overvloed. Laten we samen bidden. Heere God, we danken u dat uw Zoon zegt, ik ben de deur. Dat daardoor het kwaad en mensen met kwade bedoelingen een halt toe zijn geroepen. En dat u de stroom van verwoesting van de boze zelf ook tegenhoudt. Dank u zo voor de veiligheid en het leven dat u geeft. We bidden voor een ieder die zich op dit moment niet veilig voelt. En die het leven zwaar vindt. Die niet weet wat goed leven betekent. Wilt u zich over hen ontfermen? Zo bidden we dat in Jezus' naam. Amen. Voordat je dit filmpje wegklikt, wil ik je nog twee dingen meegeven. Eén ding voor jezelf en iets voor iemand anders. Allereerst voor jezelf. Als je nou vandaag of een deze dagen de deur uitgaat, wil ik je vragen om die deurklink eens vast te pakken, even stil te staan en bij jezelf te zeggen, Jezus Christus zegt, ik ben de deur voor de schapen. Wat betekent het voor jou dat hij jouw veiligheid biedt en leven in overvloed? En voor de ander wil ik je vragen om na te denken, hey, wie kan op dit moment iets van veiligheid en het leven in overvloed van Jezus Christus gebruiken? Heel in het bijzonder. Bid voor diegene en kijk wat je concreet kan betekenen voor die ander om zoiets te delen van jouw overvloed.